Hoi. In deze video wil ik het met je hebben over de dood. Ja, de dood. Dat klinkt altijd meteen heel erg dramatisch. Het klinkt ook meteen als kommer en kwel. Maar de dood gaat eigenlijk over dat iets stopt en iets anders weer kan beginnen. Ik loop hier op Terschelling. Nou, om je heen zie je alleen maar dood en weer een nieuw begin. Weet je, er sterven plantjes af, sterven dieren. Maar hoe is dat in jouw bedrijf? Ben je wel eens bezig met waar je afscheid van zou moeten nemen, kunnen nemen? Ben je wel eens bezig met of het allemaal door moet blijven gaan, automatisch? Of dat je misschien ergens een punt achter mag zetten? Ik merk zeg maar bij mijn relaties, maar ook als ik naar in de wereld kijk naar mijn ondernemen, is dat er alles aan gedaan wordt om door te gaan, om een bedrijf in leven te houden. En de vraag is of dat zo nodig is. Want misschien is het einde wel bereikt. Een bedrijf heeft vaak een doel zodra het opgericht wordt. En de vraag is of dat doel niet gewoon een keer bereikt kan zijn. Dat kan. En dan is het de vraag van, moet je dan kost wat kost doorgaan? Of kan je zeggen van, nee, het einde is bereikt. Ik ga een nieuw bedrijf oprichten of ik ga een nieuw doel kiezen. En dat vind ik wel interessant, want op die manier ontstaat er ook veel meer ruimte. Dus ontstaat veel meer ruimte om te kiezen. Het is niet meer zo, ik moet hiermee door, want anders is mijn bedrijf failliet of stopt mijn bedrijf. Nee, je kunt kiezen van, nou, ik kies nu voor om mijn bedrijf voor te zetten. Want het doel is nog niet bereikt of ik beleef er nog zoveel plezier aan. Maar je kunt ook zeggen, ik stop. En het gaat niet alleen over je bedrijf stoppen of niet stoppen. Het gaat ook over delen van je bedrijf. Bijvoorbeeld een product of een dienst die je hebt ontwikkeld. Ja, want ik merk ook bij mezelf. De ene keer, ja, ik heb wel eens een keer een workshop ontwikkeld. Nou, en na één keer had ik zoiets van, dat is eigenlijk wel meteen ook de laatste keer dat ik hem geef. En anderen die gaan veel langer door. Maar ook daar denk ik iedere keer weer van, hoe zou het zijn als ik ermee stop? En nou, als het dan voelt van, ah, dat is eigenlijk wel lekker om te stoppen. Dan moet je dat misschien gewoon doen. En zo is het ook met relaties, zakenrelaties, maar ook wel met privérelaties. Moeten die eeuwig zijn? Moet je eeuwig met iemand bevriend zijn? Dat is wel een beetje een neiging die ik heb. Maar dat werkt ook niet. Dus het is ook daar de zaak van te kijken van welke relaties dienen jou nog? Welke relaties merk je van, oh ja, weet je, dat is echt nog dienend voor mij en mijn bedrijf en mij als persoon. En welke relaties zeg je nou, die mogen eigenlijk wel ja, doodgaan. Dat is, die mogen afsterven. Zonder meteen de negatieve bijklank van sterven en dood erin mee te nemen. En het kan gaan over samenwerkingspartners. Maar het kan ook gaan over klanten. Soms zijn klanten gewoon niet zo goed meer voor je. En is het tijd om afscheid te nemen. Dus mijn vraag aan jou is, waar ga jij afscheid van nemen? Wat laat jij doodgaan? Wat mag bij jou sterven, zodat er ruimte ontstaat voor iets nieuws, voor een nieuwe geboorte, voor een nieuw product, een nieuwe dienst, nieuwe relaties. Ik ben heel benieuwd. Je mag het achterlaten in de comments.